denk dat daar iets zit. Het komt regelrecht op ons af. Mijn warmtebeeldcamera toont me dat iets wat op een kat lijkt naar ons toe komt. Alleen veel, veel groter. Misschien een leeuw of een... tijger! Wauw! Hebben jullie dat gezien? Ja, ongelooflijk. Ik ben opgelucht dat we in de dierentuin zijn en niet in de jungle. En ik dacht dat katten niet van water houden. Dat is ook zo. De meeste grote katachtigen, zoals leeuwen of luipaarden, houden niet van water. Dat geldt niet voor tijgers. Ze houden van water en kunnen uitstekend zwemmen. In warme gebieden gaan ze graag het water in om af te koelen. Hé, hey Robert, je hebt weer een e-mail gekregen. Ja, van Chen Lu uit China. Ze vraagt of dierenverzorgers de dieren ook knuffelen. Ik heb een idee. Waarom vragen we het hen niet meteen? Hallo, we hebben een vraag. Hallo, zeg maar. Wat willen jullie weten? Knuffelen dierenverzorgers de dieren ook? Hoewel tijgers eruit zien als grote, schattige katten, zijn het erg gevaarlijke roofdieren. Ze zijn onberekenbaar. Absoluut geen knuffels dus voor volgroeide tijgers. En voor kleine tijgers ook niet? Voor Fluffy misschien wel. Maar zijn mama verliest hem geen moment uit het oog. Dat is jammer. Die zou ik best willen knuffelen. Dat geloof ik. Maar het is ook een roofdier. Alleen een kleine versie. Zal ik jullie eens een dier tonen dat ik heel lang geknuffeld heb? Oh ja! Zo, we zijn er. Dat is de kleine Ling. Oh, panda's. En die knuffel je? Ling heb ik heel veel geknuffeld. Na de geboorte ging het helemaal niet goed met de mama van Ling. Ze was erg zwak en kon niet voor haar baby zorgen. Daarom heb ik het kleintje verzorgd. Flesjes gegeven, gedragen en ook heel veel geknuffeld. Oh, dat was zeker leuk. Pasgeboren panda's zijn zo groot als een hamster. Bij hun geboorte wegen ze evenveel als een tablet chocolade. Ze komen blind en naakt ter wereld. Pas na 30 dagen krijgen ze een vacht met het typische zwart-wit patroon. Ja, dat klopt. Zo, nu moet ik hen voeren. Panda's eten bijna de hele dag. Wat eten ze dan? Jij denkt altijd alleen maar aan eten. Ja, natuurlijk. Dat is erg spannend. Eigenlijk waren panda's roofdieren. Maar circa 2 miljoen jaar geleden werden ze vegetariërs. Nu eten ze bijna uitsluitend bamboe. En die wordt soms zelfs speciaal per vliegtuig vanuit China aangevoerd. Nee toch, met het vliegtuig? Waarom uit China? China is het land van herkomst van panda's. Zo, klaar. Willen jullie nu de kleine panda's zien? Die zijn helemaal rood. Waarom zijn ze niet zwart-wit zoals de grote panda's? Zo hebben ze een betere schutkleur. Omdat ze in hun eigen land vaak in bomen zitten waarop rood mos groeit. Ze worden daarom ook wel rode panda genoemd. En zijn deze kleine panda's verwant met de grote panda's? Daar zijn wetenschappers het nog niet over eens. Panda's beschouwt men ondertussen als grote beren. Maar over de kleine panda's bestaat nog discussie. Volgens de enen zijn het katachtigen, volgens de anderen wasbieren. Maakt ook niet uit. In elk geval ben je een schattig diertje, kleine panda. Wil jullie mee naar de kinderboerderij? Oh ja! Hier mogen jullie de dieren aaien, maar wees voorzichtig. Ze kunnen ook pijn doen. Als je merkt dat een dier niet aangeraakt wil worden, laat je het met rust. Natuurlijk, doen we. En wat als ik niet aangeraakt wil worden? Arme Robert.